zo moedig van het incestslachtoffer Mario om haar verhaal met hulp van Lineke Breukel in boekvorm uit te geven. Indrukwekkend verhaal dat niemand onberoerd laat. Een proces dat aan de ene kant Mario heeft geholpen haar verleden een plaatsje te geven en aan de andere kant tot doel heeft om andere incestslachtoffers nu of in het verleden een uitweg te wijzen. Marije Obakker neemt ons mee naar haar vroege jeugd en kruipt voor ons in haar jongere zelf. Op een heel persoonlijke manier beschrijft zij de gebeurtenissen die haar leven drastisch veranderd hebben, gezien door de ogen van een 9-jarig meisje. Dit verhaal is een reconstructie van haar jeugd en beschrijft wat Marije is overkomen. Zij vond de moed om alle traumatische ervaringen op te schrijven en ze daardoor te herbeleven. Dit biografische werk is het aangrijpende en gruwelijke relaas van de traumatische jeugd van Mario Bakker. Een jeugd die door haarzelf decennia lang goed verborgen werd gehouden, omdat deze te afschuwelijk was om er zelfs maar aan herinnerd te worden. Met behulp van aantekeningen en verhalen heeft schrijfster Lineke Breukel een reconstructie gemaakt van al de gruwelijkheden die Mario vanaf haar 9e heeft moeten doormaken. Jarenlang werd zij misbruikt door zowel haar vader als haar broer en na verloop van tijd zelfs verkocht aan iedereen die haar maar misbruiken wilde. Met dit boek hoopt Mario niet alleen weer een stap verder te komen in de verwerking van haar schokkende jeugd, maar tevens lotgenoten op te roepen het zwijgen te doorbreken.